Woensdagavond heeft in Almere Haven een steekpartij plaatsgevonden. Eén persoon raakte daarbij gewond. Het incident gebeurde rond 9 uur op de Brongouw in De Gouwen. Volgens omstanders ontstond er ruzie over honden en is er daarna geëscaleerd tot een steekpartij. De politie heeft via een burgernetbericht een signalement verspreid van de dader. In de directe omgeving is één verdachte aangehouden. De verdachte is overgebracht naar het politiebureau. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd. De politie heeft de straat afgezet voor onderzoek. Ook de recherche kwam daarbij ter plaatse.